ik heb net in die doos gepiept. Ja. En toen zag ik je hamer liggen. Ja. En ik wil je een vraag daarover stellen. Zal ik het gelijk eruit halen dan? Dat mag je, maar ik wil je er wel een vraag over stellen. Ja, ja, ja. Wat zie jij als de grootste uitdaging bij de uitoefening van je voorzitterschap van een dergelijke groep, collega? Wat is je grootste uitdaging? Mijn grootste uitdaging zijn twee dingen. De eenheid bewaren. En als eenheid naar buiten treden. Daar maak ik me ook, heb ik me ook 2 jaar nu al voor sterk gemaakt. U weet zelf, advocaten hebben een uitgesproken mening en dat is helemaal goed. Maar als je om iets te bereiken, moeten de neuzen tenminste 1 kant op. En je mag van mening verschillen, dat is helemaal goed. Ik vind het ook fijn als er kritiek wordt geuit. Ik zeg, kritiek is alleen opbouwend. Maar je moet wel dezelfde kant op kijken om iets te kunnen bereiken. Ik denk dat niemand dat doel kan in twijfel kan trekken. Ja. Maar mijn volgende vraag is, dat veronderstelt een proces. Ja. En dat proces kan, net als het bestuur van een land, kan autoritair gebeuren. Ja. Je kan een papieren voorzitter zijn. Ja. Je kan het op een democratische manier doen. Ja. En ik weet zeker dat je maar gaat zeggen dat je het op een democratische manier doet. Ik weet niet als ik het volledig 100% op een democratische manier doe. Omdat dat zou betekenen dat ik bij elke beslissing die ik neem iedereen moet bijbetrekken. En dat is niet haalbaar. Ik denk niet dat dat de essentie van democratie is. Maar de essentie van democratie is niet dat je iedereen erbij betrekt. Ik kan leven in een democratie. Ja. En het hoeft niet te betekenen dat ik er bij alles betrokken. Wat is de essentie van democratie voor jou als voorzitter? Nou, dat ik wel tenminste vertegenwoordig wat mijn leden ook voelen en denken. En ik probeer dat zoveel als mogelijk te doen door in contact te treden. Ik heb een heel nauw contact met al mijn leden bijna. Ik durf te zeggen dat ik met zeker 80% heb ik heel goed contact. Ik ben ten alle tijden bereikbaar, dat weten ook alle leden. Ik zal ook altijd gelijk reageren op een e-mail. Als er een e-mail gestuurd wordt naar mij, heb ik ervoor gezorgd nu, toen ik overnam dat ik e-mailaccount zelf beheer. Waardoor het niet eerst gaat naar de administratie en dat ik dan na 2 dagen of na een week. Ik heb hem ook gewoon standaard ingesteld op mijn telefoon. Zodat er als er een e-mail binnenkomt dat ik denk, nee, dit moet gelijk beantwoord worden. En nu stel ik je een vraag. Ja. In de oude filosofie. Ja. Wordt over de benadering van democratie, wordt eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen 2 filosofen, Plato en Aristoteles. Plato ging ervan uit dat hij eerst zelf moest denken, zijn mening moest vormen en dan het volk de gelegenheid geven om hemzelf de gelegenheid geven om het volk te overtuigen van zijn standpunt. En als hij dat niet kon, moest hij zijn standpunt wijzigen. Aristoteles was omgekeerd. Yeah. Die had geen mening. Die zocht wat de mening van de groep was. Yeah. En die ging aan de hand daarvan zijn mening vormen. Yeah. Tot welke groep behoor je? Ik moet zeggen dat ik een combinatie ben waarschijnlijk. Genau. En dat ik meer hang naar Plato. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, en zonder op de geheime prijs te geven, in de laatst gehouden ALV, een maand terug, had ik een standpunt dat ik kenbaar gemaakt heb. En in de ALV hebben zij me kunnen overtuigen ervan dat een ander standpunt beter was. En dat heb ik dan toen ook gelijk toegepast. Dus ik denk inderdaad een beetje combinatie Aristoteles, Plato-Aristoteles, maar dat ik dan een beetje meer hang. Maar ik sta er wel voor open, omdat ik ook vind dat de beslissing die je neemt sowieso in de ALV, dat is de beslissing van de ALV en niet van de deken. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.